Ja, goedenavond. Spreek met Jitske Ima. Of niet? Met wie? Spreek ik met Jitske Ima? Ja, zeker, ja. Hallo, sorry dat we u storen op deze donderdagavond. We hopen niet dat u al op bed lag of iets dergelijks, maar we willen u even... Oh nee, voorlopig nog niet. Nou, gelukkig zeg. U spreekt met Radio Lelystad. Ja. En we willen u even feliciteren en uw man, want we zagen u in de krant staan. Ja, inderdaad, dat klopt. 65 jaar. Ja, wat een lengte, hè. Nou. Het is tegenwoordig echt uniek, hoor. Ja. En nog steeds verliefd? En nog steeds verliefd, ja hoor. Nou. En waar heeft u elkaar leren kennen? Waar? In Friesland. En was dat tijdens het kaatsen of iets anders? Elfstedentocht? Nee, op een kermis. Op de kermis? Okay. En was dat meteen liefde op het eerste gezicht? In Harlingen was dat. Ja. En was dat liefde op het eerste gezicht? Was dat bij de schiettent of was het ergens anders? Nee. Ja, maar ik kende hem al een beetje omdat zijn zus verkering had met mijn broer. Toen had ik hem al eens even gezien. En toen dacht ik, nou, dat is een leuke jongen. Ja. Oké. En dat is een goede kandidaat. En is dat toen ook wat met uw zus en zijn broer? Is dat toen ook nog wat geworden, of niet? Nee, dat niet. Nee. Oh, oké. Okay. Nee. Dat is dan weer jammer. Ja. Ja. En u woont nu tegenwoordig in Lelystad. En woont u al lang in Lelystad? Wij wonen al, bijna 45 jaar in Lelystad. Jee, nou dan hoort u ook bij het meubilair, hè, van de stad. Ja. Maar mist u Friesland niet? Nee, dat niet. Daar zijn we al zo lang vandaan. Al vanaf 54 zijn we al uit Friesland vandaan. Dus we hebben eerst Amsterdam gewoond. Zelfs in Amsterdam? Ja. Oké. En wat heeft uw man gedaan in Flevoland? Heeft hij hier gewerkt voor de Rijksdienst of zo? Nee, bij de stichting IFIO. Oh ja, bij de vesten daar. Ja. Bij de wereldschool. Ja, juist. Ja, wat leuk zeg. En komt u nog alles op de kermis of is dat inmiddels... Nee. Dat is voorbij. Geen kermisklanten meer. Wat vond u ervan dat u in de krant stond, mevrouw? Wat vond u ervan dat u in de krant stond? Stukje wat erin stond? Ja, vond u dat leuk? Het was wel, maar het was zo kort, hè? Ja? De burgermoeder kwam even binnen en ze was meteen weer weg? Ja, ze heeft wel even een klein beetje koffie gedronken. Niet eens een heel kopje. Niet eens een heel kopje. Nee, je moet ook niet te veel geven. Nee, ze wou niet meer. Nee. Nou ja, het is toch een hele eer dat de burgemeester even op bezoek komt, toch? Zo'n jubileum. We hebben nog wel een vraag, want we zien haar op de foto met een paraplu. Heeft u lekkage of wat was er aan de hand? Ja, dat zou je zeggen. Ja. Nee, dat was het cadeau voor ons. Een paraplu? Voor 65 jaar getrouwd en dan krijg je een paraplu. Ja, maar we hadden ook al een mooi bloemstuk gehad. Oké. Ja, maar dat was al een week eerder. En nu wou ze dan ook niet met lege handen komen. Oh. Dus toen kwam ze met een paraplu. Oké. Nou, ik voel hem al aan de regel. Een reclame van Lelystad. Ja. Oké. Nou goed om te horen dat u in ieder geval nog gelukkig met elkaar bent. Dat hoor je tegenwoordig ook niet zo vaak meer. En na zoveel jaar. En zit uw man nu voetbal te kijken of zo? Of, ja, we zitten televisie te kijken. Oh, televisie, ja. Oké. Maar geen voetbal? Voetbal, nee. Oh, okay, nee. We zijn niet zulke, hij ook niet. Okay. Nee. Oh. Ja, wel als het nou erg belangrijk, maar soms is voor als het Nederlands is. Oh, ja. Maar nee, niet echt fanatiek. Nee, oké. Nou, dan wens ik in ieder geval een hele fijne avond. Doet u de groet aan uw man? En geniet nog maar even van het bloemstuk ook. En de paraplu. Ja. Oké, fijne avond. Dag mevrouw. Ja. Dag. Ja, voel me net Geer en Goor nu. Ja, dat is wel. Ik moet het wel.